Hallo dames en heren, leuk dat u luistert en kijkt naar een nieuwe podcast. Vandaag praat Ricardo Nielsen met Emiel Ratelband. Dit is de Vliegwiel Podcast. Welkom Emiel in de Vliegwiel Podcast. Ja, dankjewel. Een grote eer dat ik eigenlijk bij zo'n groot voorbeeld zoals jij bent, dat ik uitgenodigd word. Oh, nou, ik vond het eigenlijk andersom, eerlijk gezegd. Nee, ja. Maar ik vind het natuurlijk dat ik de moeite waard ben dat je dus helemaal vanuit Rotterdam komt hier naartoe naar Lent. Dat is natuurlijk een grote eer, dus dankjewel daarvoor. Ja, ik vond het gewoon waanzinnig leuk dat je de tijd voor ons wou nemen. En als kind zijnde het boek Chaka, heb ik wel heel vaak gelezen eerlijk gezegd. En dat heeft mij heel veel tot denken gezet. Dus, en toen dacht ik van, toen we die podcast opgenomen, Emiel hoort gewoon in deze podcast. Dus, nou, daar ben ik. Vandaar. Je hebt mij gecreëerd. Ja. Hey, ik wil het eigenlijk over het ondernemerschap hebben. Ja. Want je hebt heel veel gedaan. Wat heb je allemaal gedaan? Nog steeds. Ja, nog steeds. Ja, je bent nog steeds heel actief. Ja. En wat voor dingen heb je allemaal gedaan? Kan je daar ons wat over vertellen? Wat hebben we allemaal gedaan? Misschien hoe lang hebben we vandaag? Ja, maar mij niet uit. Ja, kijk, ik heb heel veel gedaan. Als kind zijnde ben ik al begonnen om gebakjes van mijn moeder te verkopen, bij wijze van spreken, of van mijn vader te verkopen. Ik ben uiteindelijk in de bakkerij terechtgekomen. Ja, ik had een bakkerij en dat was, we praten in, even kijken, 1968. Dus ja, dat was zo lang geleden. Ik had een omzet van 1635 gulden in de week. Ja, dat was ook logisch, want een broodje kostte 2 cent en een normaal groot brood kost iets van 29 cent. En een gevulde koek kost iets van 8 cent. Dus 1635 gulden was best veel. Mm-hmm. En toen heb ik een hartziekte gekregen. En toen lag ik in het ziekenhuis, ik weet nog precies, dat is de dag van vandaag, bij professor Durre, die had me gecarteriseerd. Ik was de eerste in Nederland die gecarteriseerd werd. Dan gaan ze met zo'n draadje gaan ze naar binnen toe. Ja. En die zei tegen mij, meneer Ratelband, jonge heer Ratelband, u heeft een hartafwijking en we weten niet waar dat vandaan komt. We weten maar één ding en dat is dat u maximaal nog 2 jaar te leven heeft. Dat was een fantastische boodschap. Hij zegt, en daarom nemen we u op en dan kunnen we u begeleiden in het proces. En dan bent u in ieder geval niet alleen. Nou, dus werd opgenomen in het Wilhelmine Gasthuis in Amsterdam. En naast mij lag, rechts van mij lag Jopie Goudenketting, dat was een marktkoopman van de Albert Cuyp. En links lag meneer Slavenburg, de oprichter van de Slavenburgbank. Ja. Nou, we gingen de nacht in. Toen de tijd moest je om 9 uur ging het licht uit. Want de volgende morgen om 5 uur een beetje wakker gemaakt, ontbijten, een beetje gewassen. En om 7 uur was dan de dokter of de professor op de zaal. Ja. Wat gebeurt er? We lagen dus op de meest veilige plek van de hele wereld. En s'avonds om 10:50 overleed meneer Goudenketting. Oh. Dus we kregen alle twee een pilletje onder de tong. Ja, meneer Slavenburg en ik. Dus we vielen weer in slaap. Ik werd weer gewekt om 2:30, want meneer Slavenburg was overleden. Nou, je kunt je wel voorstellen, de volgende morgen om 5 uur, wie er aangekleed stond om naar huis te gaan, dat was ik natuurlijk. Ja. Nou, ik kon niet weg, dus ik heb allerlei wievers moeten tekenen dat ik voor mijn eigen risico wegging. En toen ben ik thuis gekomen en toen zei ik tegen mijn toenmalige vriendin en tegen mijn moeder, ik zeg, maar luister, ik heb nog 2 jaar te leven. We moeten zorgen dat jullie financieel verantwoord verzorgd achterblijven. En dat de bakkerij loopt, gemanaged wordt. En dat jullie als directeur zijnde dus het geld op kunnen strijken en kunnen begeleiden. Nou, toen heb ik binnen 2 jaar heb ik het bedrijf binnen 6 maanden eigenlijk omgeturnd. En toen heb ik gerealiseerd om van 1635 gulden de omzet te vergroten naar 60.000 gulden in de week. In die tijd was het natuurlijk heel veel geld. Ja, dat was giga veel geld. Dat was ongelooflijk. Nou, en dat heb ik dus gedaan door het derde kanaal te creëren. Dat het derde kanaal wil zeggen, dus ik heb supermarkten geen brood verkopen. Dat bestond toen niet. Okay. Ik heb 13, 14 winkeltjes begonnen, de filialen ben ik begonnen. Ja. En ik ben naar bedrijven toegegaan om te vragen of zij geen kantine wilden hebben. Dat bestond helemaal niet, bedrijfsrestaurant, kantine. Dat bestond helemaal niet. Daar hadden ze wel zin in, alleen als ze geen zin in het werk, dan doe ik dat werk voor u. Ja. Zo, dus, en zo heb ik dus de omzet met elkaar gespijkerd. Dus we hadden 60.000 gulden binnen 6-7 maanden. Ja, en ben er doorgaan werken. En toen ongeveer 2,5 jaar later dacht ik bij mezelf, ik heb nergens geen last meer van, hoe zit dat? Toen ben ik teruggegaan naar professor Durre, die heeft me weer gecarteriseerd. Ging toen iets sneller als de eerste keer. Toen zegt hij, het is weg. Hij zegt, hoe kan dat nou? Ik zeg, ik denk dat ik het wel weet. Hij zegt, het is een wonder van God. Ik zeg, God heeft er niks mee te maken. Ik zeg, het is gewoon een kwestie, want ik heb mijn focus verlegd. Ja. Dus toen bestond er nog geen NLP, maar ik voelde het wel uit. Ja. Zo, dus dat is het eerste wat ik gedaan heb.
Nou, toen heb ik een paar jaar later de boel verkocht. Toen ben ik in het ijs gegaan. En vanuit het ijs ben ik in de friet gegaan. Heb ik ook weer een heel nieuw concept bedacht. In de tussentijd heb ik nog velgen laten maken in Napels voor Alfa Romeo en voor Ferrari. Toen ben ik, de frietzaak had ik uitgebouwd. Ik had in Arnhem, de Breda, Dordrecht, Den Haag, Leiden, Delft, Valkenswaard, Eindhoven. Ja, had ik allemaal frietzaken. Een speciaal concept, dat was geen cafetaria, dat was echt alleen maar friet. Toen ben ik in de textiel gegaan. No cookie. No cookies, geen koekjes. En dat heb ik 3 jaar lang gedaan, maar dat vond ik helemaal niks. Dus dat was faillissement verkopen. Dus we kochten dan gewoon voor 100.000 euro, 100.000 gulden kochten we samen. Kochten we dan broeken bij Levi's en bij Lee en bij Wrangler. Die kochten dan voor 10 euro, voor 5 euro. En die verkochten dan voor 49 euro. Weet je wel, zo'n concept. Ja, precies. Maar dat vond ik helemaal niks. Vond ik helemaal niks. Ja. Dat heb ik gedaan. En toen ben ik in de pannenkoeken gegaan. Ik heb een pannenkoekhuis begonnen. Ook weer een heel nieuw concept. Dat was in 80. Toen een heel nieuw concept. Dat ging ook als een trein. Ik had een restaurant dat had 50.000 gulden omzet in de week aan pannenkoeken. Dus dat is echt heel veel geld. 7 dagen in de week. En toen ben ik naar Duitsland toe gegaan. Ik ben in Duitsland een pannenkoekenwinkel begonnen en een croissanteriewinkel begonnen. En dat was eigenlijk een idee van mijn vrouw, want ik had een hele mooie vrouw toen. En die vrouw, ik was trots op, die wilde ik graag verwennen, mooie kleren en dergelijke, wilde ik gewoon dat ze er goed uitzag. Ja. En we gingen altijd kleren kopen in Amsterdam. Ja. En mijn vrouw was ook een fors, net als ik. En toen zei iemand van, je moet kleren kopen in Duitsland. Want die Duitsers hebben een andere maatvoering dan Nederlanders. Ja. En toen zijn we dus in Düsseldorf terechtgekomen. Ja. Nou, en daar kochten we hele mooie kleren voor haar. En die zei toen op een gegeven moment tegen mij van, ik wil graag een winkeltje hier hebben. Ik zei, nou een winkeltje doen, je schatje. Hey, Emiel, al die mooie plannen, hè? Ja. Maak je daar van tevoren een plan voor, op de korte en de lange termijn? Het komt gewoon binnen en je gaat er gewoon mee aan de slag? Ja, en gewoon, dat is het eigenlijk, ja. En je gooit je creatieve brein om het uit te breiden te zetten? Ja, ik bouw ter plekke, bouw ik eraan. Ik heb altijd ontzettend goede ideeën. En ik doe dat ter plekke, doe ik dat, creëer ik dat. En dan trek ik personeel erbij, we trekken de klanten erbij. En zo formeer ik dat eigenlijk als het ware. Ik blijf altijd wel erbij zitten, erbij staan. Ja. Ik blijf wel, ben zelf de baas, ben zelf de chef, ben zelf de manager. Dus ik voer het wel uit zelf. Ja. En als het uitgevoerd is, dus dat ik werk gefijntuned heb, dan geef ik het terug aan de mensen. Oké, en zie je het dan ook echt voor je al, wat er gaat gebeuren en hoe je het wil hebben? En... Nou ja, als je dan kijkt bijvoorbeeld die croissanterie, hè, dat bistronette noemde ik het, bistronette. Mm-hmm. Dus ik wil een ander woord daarvoor hebben. Dus de kennis van het brood. Dat is nou weer zo'n voorbeeld. Dus ik wilde die omzet omhoog halen in die bakkerij. Toen dacht ik, ja, hoe moet ik dat dan doen? Ik dacht, ja, het moet anders zijn dan anderen. Hoe moet je dat dan anders doen? Ja, een slagroomgebakje is een slagroomgebakje. Ja, een witte broodje is een witte broodje. Ja. Zo, dus toen dacht ik, nee, je moet dus de nacht uit. Hè, want de bakkers waren gemend. Dan 's morgens om 8 uur moest het volledige assortiment daar liggen. Mm-hmm. Ik denk, ja, dat is kletskoek. Want wanneer komen de meeste klanten? De meeste klanten komen vanaf 11 tot 3. Ja. Dus je moet zorgen dat je om 11 uur. Zo, dan kun je dus ook de nacht uit. En als je de nacht uit gaat, dan krijg je een ander soort mensen die bij jou willen werken. Ja, uiteraard. Want die hebben een heel ander ritme. En die mensen hebben ook een andere belangstelling. Zo, dus toen dacht ik op een gegeven moment, ik zag een film of zo over baguettes en over croissants. Ik dacht, nou, die moet ik halen. Dus toen ben ik naar Frankrijk toe gegaan. Ik heb daar geleerd hoe je een baguette maakte. Ik heb geleerd hoe je croissant maakte. En toen heb ik heel snel merkte ik dat ze een ander meel hadden, een ander bloem. Mm-hmm. Bloem is dus fijn, waar je cake van maakt. Ja. En meel is waar je bruinbrood van maakt. Er zitten nog stukjes vlies in. Okay. Ja. En dus ik moest andere bloem hebben, dus ik moest bloem importeren uit Frankrijk. Ja, kijk, tegenwoordig heb je allemaal die lange snelwegen. Maar dat was vroeger, moest je binnendoor naar Frankrijk, dan was je 2 dagen onderweg om er te komen. Ja. Zo, dus maar ik ben gewoon niet bang en niet moe en ik heb energie zat. Dus ik heb het meegenomen. Ja. En toen dacht ik, ja, maar luister, maar je moet wel een oven hebben waar je kan stomen voor en tijdens het proces.
Dus ik heb ovens meegenomen uit Frankrijk. Ja. En je moet stookborden op de vloer schieten. Zo, dus daar heb je inschietapparaten voor nodig. Dus die heb ik ook in laten vliegen. Ja. Zo, dus het was heel veel geld allemaal. Ja. Ik verkocht dus, na 3-4 weken verkocht ik 1000 stookborden op een zaterdag. 1000 stookborden. Ja. Dat was fenomenaal. En ik kon dus daarvoor rekenen. Aan gewicht is dat 400 gram. Dus dat is een half broodje. Een half broodje kostte toen de tijd, ik denk, 34, 35 cent. En voor een stookbrood, dus hetzelfde gewicht, kon ik 1 gulden 25 rekenen. Ja. Zo, dus de brute winst was 4-5 keer zo hoog. Ja. En vanuit de stookbroden, want die auto die ging toch elke 3 weken meel halen, mm-hmm. dacht ik op een zeker moment van, ik kan eigenlijk ook wel wijn gaan verkopen. Dan kwam dat erbij nog eventjes. Erbij. Ja. En toen dacht ik, ja maar luister, je kunt ook, die kaas zit toch de schimmel op. Dus het maakt niet uit, als je elke 2 weken schimmelkaas meeneemt, dus laat ook maar kaas meenemen. Ja. Dus ik had een hele hoek met kazen en met wijn en met stokbroden. En toen kwamen die francofielen, die kwamen dan stokbrood kopen vanuit heel Gelderland. En die namen gelijk stokbrood mee en dan gelijk wijn. Ja, lekker. Nou, is dan het succes eigenlijk dat je constant in beweging bent? Ja, motion is in motion. Ja. Ja. Want ik zei altijd, een hele goede, conclusie van jou. He, dus altijd in mijn winkels altijd moesten mensen, mochten nooit gaan zitten. Ze altijd bewegen. Want namelijk als mensen langskomen mm-hmm. en ze zien dus 2 meiden met elkaar praten. Of ze zien er 1 zitten. Yes. Zo, he, dus verkooppersoneel. Ja. Dan voelen ze zich schuldig om naar binnen te gaan. Ja, dat klopt. Zo, dus, en als ze bezig zijn, dan denken ze, als ze zijn bezig, oh lekker, dat zal wel goed wezen. Ja. Zo, oké, dan kom je binnen om het te kopen. Ja. Zo, dus ze moesten altijd poetsen. Zorgen dat de plateautjes weer bij elkaar gevuld werden. Beweging. Ja, nou ja, vooral wat jij zegt is natuurlijk helemaal het verhaal. Als het stil is, dan moet je juist in beweging komen. Ja, een rijtje, anders dan gaat het niet bouwen. Gebeuren. Nee. Ik noem dat een rijtje bouwen. Dus, een rijtje bouwen? Een rijtje bouwen, ja. Dus een rijtje bouwen wil zeggen, bijvoorbeeld als er 1 man in de winkel, 1 klant in de winkel stond. God mevrouw, leuk dat u er bent en wilt u misschien een koekje proeven? Ja. God, we hebben nog speciale aanbieding deze week, dus die klant aan de praat houden. Ja. Dus iemand loopt langs die denkt, hé, er is een klant, up, ik loop naar binnen toe. Als er niemand is, dan is dat heel vervelend. En als er dus dan 10 mensen stonden, ja, dan snel afroffelen. Ja. Ja, dus we zijn kuddedieren, dus ja, dan komen er meer mensen bij staan. Want dan zou je nooit zo denken over je klant. Dat je nee. Ik bedoel het niet zo, zo negatief natuurlijk, zo bedoel ik het niet. Maar je moet van je klanten houden. Ja. En als je van je klanten houdt, en je moet ook van jezelf houden natuurlijk, je moet van je product houden. Het doet altijd pijn om afscheid te nemen van je product. Maar ja, je weet dat je er zoveel liefde in gestopt hebt, morgen ligt hetzelfde product weer en dan kun je weer zoveel klanten blij maken. Ja, ja. Zie je dat er een hoop veranderd is in het ondernemerschap? In de manier hoe het gaat? Ik hoor jou echt tot actie. Je bent altijd actief. En... Ja, de mensen gaan nu naar school en die leren dan op school hoe ze moeten etaleren. Ze moeten leren hoe ze een prijs moeten maken. Ze leren hoe ze leiding moeten geven. Ze leren dat allemaal. Kijk, ik heb het niet geleerd. Dus, nou ja, niet geleerd. Je hebt gewoon de praktijk toegepast wat je geleerd hebt. Ja, dus maar vallen erop staan. Dus er zijn ook, maar het rare eraan is, als je kijkt, we hebben toevallig voor mijn documentaire, hebben we dus mijn personeelslid die het langste bij me gewerkt heeft, die heeft 53 jaar bij mij gewerkt. Zo. Zo, en toen we dus in gesprek waren met hem, tijdens het interview, toen dacht ik bij mezelf, was ik helemaal vergeten dat hij vertelde. Hij zegt, ja, maar je moet niet vergeten, want Siep heeft 26 jaar bij jou gewerkt, zei hij. Hij zegt, en Mol die heeft 44 jaar bij jou gewerkt, zegt hij. En Nout die is 17 jaar toen is met pensioen gegaan. En Cor die heeft zijn hele leven bij jou gewerkt. En ik zeg, maar hebben al die mensen dan zo lang bij ons gewerkt, zei ik tegen Theo. En zei Theo, nee, ze waren er of 2 dagen. Of ze bleven de rest van hun leven. Of de klik was er of de klik was er niet? Nou, de klik was nee. Dus, ze waren bereid om te werken. Ze waren bereid om zich te geven. Ja. En als ze dat niet in zich hadden, dan move, wegwezen. Ja, soort trek soort aan. Hè? Want dat is natuurlijk het verhaal natuurlijk. Iemand die heel actief is en wil knallen. Iemand die dan een beetje... Je hebt ook rustige mensen nodig natuurlijk. Als je allemaal van die neurot hebt zoals ik, dan kunnen we de klant hartstikke gek. Nee, jij moet wel een beetje beland zijn natuurlijk. Ja. Dus En mensen natuurlijk die met mij werken, die moeten ook wennen aan het feit dat ik elke keer alles verander. Ja. Dus bijvoorbeeld met die bakkerij heb ik toen bedacht op een zeker moment. Toen dacht ik, godverdomme, het is allemaal een lekkere wijf in de winkel. En ik sta in die bakkerij, weet je wat ik doe? Ik gooi die muur eruit. Dus maar als je die muur eruit gooit, dan waren de bakkers die zeiden... Die hadden een sigaret op de lip.
En die zei, ik kan die sigaret niet meer op de lip hebben. Ik zei, nee, dat kan natuurlijk niet, want die mensen staan te kijken. Ja. Dus toen verdwenen de bakkers. Oh, oké. Okay. En ze moesten een petje op. Ja. En toen verdwenen de bakkers. Er kwamen andere jongens voor in de plaats. Ja. En ze moesten de 3-4 keer per dag moesten zich gewoon een kleedje aandoen. En dan hadden ze ook geen zin in. Verdwenen er weer. Snap je? Dus ze moesten elke keer, ze moesten netter werken. Dus niet zo doen. Nee, je moest gewoon dat doen. En een theedoek hebben, handen wassen. Zo. Dus een heel ander. Dus ja, en daar heb ik heel veel aan gehad. Want dus toen ik bij Jumbo mocht werken, dus in 92 met de Jumbo-keten. Toen, toen zei ik dus op een zeker moment tegen Frits van, kijk, weet je wat er moet gebeuren? Je moet eigenlijk, de communicatie heeft maar één doel, is de respons die je krijgt. Zo. Ik zeg, en jij bent de baas, dus alles ligt hoe jij communiceert. Dus wat wil jij? Je wilt de beste zijn, de grootste zijn, de snelste zijn. Dus je moet die kassa moet je laten bemannen door meerdere personen en niet door een cashière. En niet een juffer voor de kaas en niet de juffer voor het brood. En niet, want je moet door elkaar heen lopen. Zo, dus toen hebben we bedacht, dus de vierde persoon die boodschappen haalt bij de Jumbo, krijgt de boodschappen gratis. Maar dat is één, maar daardoor is het hele systeem, is de hele winkel veranderd. Want dus je had meisjes nodig die dus niet alleen de kassa konden doen, maar ook de kaas konden doen. En de groente en fruit konden doen. En de slagerij konden doen. En de pindakaaspotten juist zetten. Want als er eventjes, als de twee kassas vol waren, was dan de kassa bij. Ja. Ik kon de kassa bij. Zo. Dus ik kreeg een heel ander soort mensen als dat er vroeger waren achter de kassa. Ja. Vroeger was hij of zij verantwoordelijk voor de kassa. En aan het eind van de dag sloeg hij of zij de kassa af. En hij kreeg op zijn zorg als het niet klopte. Ja. En nu zijn er 7, 8, 9, 12 mensen die dezelfde kassa bedienen. Gedurende de hele dag. Ja. Dus een heel andere. Dus door één verandering verandert er heel veel. Ja. Zo, dus je moet ook een speciaal volk hebben die dus bereid is om te willen veranderen in het proces. Ja. En nou, ook mensen willen niet veranderen. Nou ja, nou nee, mensen willen wel veranderen. Alleen, maar niet veranderd worden, zeg ik altijd. Willen niet op een bepaald tempo veranderen, wat vaak te snel gaat voor hen. Ja, ja goed, maar dat is natuurlijk niet, ik ben de baas, dus ik bepaal wat er gebeurt. Ja. Dat past ook niet meer natuurlijk in deze tijd, maar ja, helaas pindakaas. Ja. En dat is nog steeds zo. Dus zij meezenden en hij die betaalt, die bepaalt. Dus ja. Nou ja, het moet toch gebeuren. Ja. Heb je wel eens op geld problemen gehad? Want ik hoor je machines kopen, dit kopen, dat kopen. Ja, het is natuurlijk nooit een gebrek aan geld, maar het is meer een gebrek aan creativiteit. Geld, ja natuurlijk. Kijk, want je kunt ook nooit gerealiseerd, ik heb dat in de bakkerij meegemaakt, dus dat je te snel groeit. Ja. Dat mensen zeggen, ja ik wil meer omzet hebben. Ja, je kunt wel meer omzet hebben, maar je moet het ook bij kunnen financieren. Ja. Of die machines die je nodig hebt, die moeten betaald worden. En hoe doe je dat allemaal? Ik heb dat altijd vanuit de buik gedaan. Dus ik ben heel vaak, is het fout gegaan. Of bijna, nee het is niet fout gegaan, maar bijna fout gegaan. Ja. Maar ja, ik heb er gewoon een ontzettend basic geloof van de hand van God rust op mijn schouders. Dus het is altijd goed gegaan. He, dus terwijl het vaak wel echt over de afgrond, weet je wel. Ja, precies. Zo, en niet één keer, maar wel meerdere keren. Ja. Dat, eerlijkheid gebied dan te zeggen. Maar ja, door de werklust en door de passie en door het enthousiasme en door het geloof, dan krijg je het ook voor elkaar. Bijvoorbeeld dat de NUON zegt, nou, betaal over een maand maar de gastenrekening. Ja. Of dat een leverancier zegt, ja, moet luisteren, ja. Je betaalt over op tijd. Nou, ik doe nou maar eens een keer 3 maanden niet betalen. Nee. Zo, dus dat is koetwil kweken. Maar iedereen is altijd betaald geworden aan het einde van de rit. Ja. Dus er is niemand die 1 stuiver van me krijgt. Nee, nou ja, gelukkig. Ja, toch? Ja. 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 Maar dat zie ik ook bij veel ondernemers. Dat ze zich echt focussen op de problemen alleen die er zijn. En niet maar dat op is natuurlijk de keuze, hè? Ja, dat is een keuze. Dat is een keuze. Kijk, maar heel veel mensen weten niet dat dat een keuze is. En ik heb dat vanuit mezelf al heel snel ontdekt dat waar je aandacht aan geeft, dat groeit. Mm-hmm. Zo. En dat heeft eigenlijk te maken met die hartziekte. Hè? Want dus toen ik dus na 2,5 jaar bij de dokter kwam, zei hij van, dit kan niet. Het is een wonder van God. Toen zei ik, nee, want ik heb mijn aandacht verlegd. Ja, dat is een wonder van Emiel. Ja, ja. Dus dat is een onbewuste competentie, mm-hmm, die ik dus wist zonder dat ik het wist, eigenlijk. Ja. Maar het wel zei. Ja. En toen ik het gezegd had, en dat vind ik namelijk, dat op het moment dat je iets zegt, mm-hmm, dan leg je het daar neer. En als je het daar neerlegt, dan kijk je er op een andere manier naar als dat het in je zit. Ja. Begrijp je dat? Ja, ik snap het helemaal. Dus ja, ik begrijp het. Ja. Zo. En als op het moment dat het daar ligt,
Dan kan ik ook aan jou vragen, Ricardo, wat vind jij er nou van? Ja. En jij zegt, nou, ik vind het nergens op lijken. Ja. Dan draai je het om. Ja. Zo, en dan zeg je, ja, ja er zit toch misschien wel iets in. Ja. Zo. Dus, en daar leer ik van. Ik leer dus altijd van om de confrontatie aan te gaan. Dus ik ga altijd de confrontatie aan. Ja. Als je kijkt naar interviews en je kijkt gewoon naar mijn handelswijze, je leest je boeken, je ziet me op het podium, ik ga altijd erin. Ja. Zo, en dat heb ik weer van mijn vader geleerd. Mm-hmm. Ook een vertaling, metafoor, hè? Dus dat staat in het boek Metaforica. Ja. Mijn vader zei altijd, die sloeg mij, want ik was natuurlijk een ontzettend vervelend jongetje vroeger. Zo, en toen was ik een jaar of 8, 9 en toen gaf hij me een klap en toen gaf ik hem een klap terug. Ik heb me nooit meer geslagen. Maar die had zijn hand, die was verkeerd, had zijn, als jongen had hij zijn arm ook een keer gebroken gehad. Ja. En die was verkeerd gezet. En dan gaf hij een klap, zo. Mm-hmm. Dus hij kon niet zo doen. Nee. Maar hij gaf dan zo of zo een klap. En dat was dus heel raar, want hij liep erin. Dus als hij zich bedreigd voelde, dan liep hij erin en sloeg hij. Klinkt allemaal een beetje agressief, maar dat moet je zo niet zien. Nee. Dus hij heeft mij geleerd dat als je geslagen wordt, dan moet je erin lopen. Dus als jij mij een klap geeft, dus een vuistklap geeft, zo, dan doe jij zo. Ja. Maar dan heb ik 5 centimeter meer om kracht te zetten. Ja, ja. Zo, maar als je 5 centimeter naar voren komt, dan ben ik nog niet in de kracht. En dan, hup, zo, oké. Okay. Zo. Dus dat is met de communicatie ook. Dus ik val altijd aan. Dus als je me ziet op televisie, hè, dan iemand die zegt een verhaal en dan, hup, dan val ik aan. Ja. Dus ik had gisteravond televisieopnames, radio en televisie was het. En dus die vrouw, ik voel dat ze me probeert, hoe moet ik dat nou zeggen, probeert een loopje met me te nemen, weet je wel. Ja. En bats, heb ik er gelijk bovenop. Ja. Zo. Ja. Zo. En dan is het gelijk weg. Dan overrompel ik dat haar. Ja. Ik vind het wel heel mooi, want je zoekt dan de weerstand op. Ja. En zonder weerstand... Is er geen groei, hè? Nee, is er geen groei. Ja. Nee. Nou, dat is wel heel mooi hoe je dat zegt. Ja. En zie je bij de meeste ondernemers dit al een stukje missen eigenlijk, dat ze er echt in gaan? Kijk, het is natuurlijk vandaag de dag een hele andere... We leven natuurlijk in een luxe tijdperk, laten we dat niet vergeten. En ik op seminars vertel ik dat altijd. Kijk, we hebben de piramide van Maslow. Hè, en dat is, je hebt dan die basis heb je dan de veiligheid, de zekerheid, sociale contacten. En dan kom je aan jezelf toe. Ja. Kijk, en we zijn allemaal in de luxueuze omstandigheid. Er gaat in Nederland niemand dood van de honger. Nee. Er is niemand die geen dak boven zijn hoofd heeft. Ja, of hij moet de formulieren niet in kunnen vullen, zeg maar. Nee, precies, maar er is gewoon hulp voor. Er is altijd hulp. Kijk, en dus die hulp, dat zie je dus ook in de, is mijn waarneming, dat zie je in de maatschappij dan ook. Dat de losers, de mensen die het gewoon niet kunnen, die krijgen hulp. Ja. Waardoor heel veel mensen die dus eigenlijk naar een volgend niveau willen, die worden teruggehouden. Door die hulp. Ja. Want als er geen hulp is, dan moet je wel. Als je niet tevreden hebt, dan moet je het ook wel krijgen. Nee, dan krijg je het. Zo. Dus die mensen worden eigenlijk dom gehouden. Dat is ook bijna zeggen. Of zwak gehouden. Ja. En dat zie je natuurlijk door de hele maatschappij heen. He, dus de kwetsbaarheid, de gevoeligheid, het over grenzen heen gaan. Nou, die kletskoek allemaal van die vrouwen. Ja, dat is natuurlijk allemaal. Dat heeft niks te maken met hogere trilling. Weet je wel, mensen zeggen, dat is een kwestie van, mensen worden zich meer bewust van hun eigen identiteit. Dat heeft er helemaal niets mee te maken. Want als je nou bewust wordt van je eigen identiteit, dan zeg je, tot daar niet verder, hè? Nee, dat gaan we niet meer doen. Zo. Dus dat is helemaal niet waar. Zo, dus wat dat betreft, en dat zie je in het zaken doen natuurlijk ook, mensen leren hoe ze moeten ondernemen. Mm-hmm. Je ziet wel het verschil natuurlijk. Ja, nou ja, ik vind altijd leuk in mijn trajecten altijd, met de ondernemers die je coacht, om echt dat lefstukje naar voren te halen. Van oké, hoe kunnen we het nou echt op gaan zoeken? Ja. Dat jij echt gaat groeien. Wat je eigenlijk een beetje eng vindt, maar wat we wel gaan doen. Ja, dat moet er toch een beetje in zitten. Kijk, vroeger zei ik met NLP, we zijn allemaal gelijk, we hebben het allemaal. Maar dat is natuurlijk niet zo. Nee. Kijk, jij bent een man van aanpakken. Ja. Zo, dat zie je aan je body logic. Ja. Zo, en vandaag de dag, je moet maar eens kijken als je die jonge lui of jongens van 20, 25 jaar op de fiets ziet zitten. Die hebben van zulke beentjes. Ja. Ja, dan hebben ze een spijkerbroekje aan en dan moeten ze nog een stukje van hun witte beentjes laten zien. Ja. En dan denk ik altijd bij mezelf, als ze nou een zak cement op zouden moeten tillen van 25 kilo, dan gaan ze gewoon door de hoeve heen. Ja. Zo, en die zak cement is niet alleen die zak van 25 kilo, dat is ook de mentale belasting. Ja. Dat is nog meer dan 25 kilo. Ja. Zo, dus als je uitdagingen hebt, dan moet je mee overweg kunnen.
Ja. Dus dat is dus, de fysiek zegt natuurlijk alles over de mentale gesteldheid van de persoon. Kwaliteit coach ik mensen dan ook altijd op. Ja. En jij bent natuurlijk volop aan het leren. Ja. Volgens mij lees je nog steeds heel veel in. Ja, zeker. In een heleboel dingen. Ja. En je staat echt overal voor open. Maar in principe. Wat is de definitie van kwaliteit? Wat is kwaliteit? Ja, dat is hoe jij het invult. Ja, precies. Ja. Dus daarom, hoe kun je dan iemand daarop coachen? Ja. Dus hij moet eerst weten voor zichzelf wat kwaliteit is. Ja. Zo, en als hij weet of zij weet wat kwaliteit voor hem is, ja, dan kun je hem daar bewust op maken. En ja. Ik denk altijd, ja, maar als hij het al weet, hè, dus je trekt het eruit als het ware, of je creëert het of je maakt het herkenbaar. Ja. Ja, dan is het een kwestie van hoe ver moet je die man of die vrouw dan coachen. Want hij weet zelf wel dat als hij eenmaal weet wat kwaliteit van leven is, of kwaliteit voor klant, of kwaliteit voor product, of kwaliteit voor levering, kwaliteit voor prijs. Kwaliteit, prijsverhouding, dan weet die man zelf wel in de context van zijn vak, weet hij zelf wel van wat goed of niet goed is. Nee. Wat bevoorlijk of niet bevoorlijk is. Neem jouw cameraman. Ja. Jij hoeft niet tegen hem te zeggen van zoveel pikkels of die afstand nemen. Nee, daarom besteed ik het ook uit. Dat zag je ook. Weet je. Ik neem niet voor niks mee die man. Nee. Ik denk dat dat kwaliteit van jou is. Ja. Dus jij weet van, nou, dit is mijn vak. Ja. Dus dat laat ik iemand anders over. Ja. En jij, omdat jij zo denkt, kun je hem ook die ruimte geven. Ja, zeker. En dus doordat jij hem die ruimte geeft, doordat jij goed in je vel zit, kan hij dus groeien. Ja. Want hij dus door het energetische veld wat er is, wat jij creëert, voelt hij zich sanang. En kan hij aan jou vragen, doe ik het goed, doe ik het niet goed? Of als je kritiek hebt, nou, dan leert hij van jou. Ja. Dus, ja. Ja. Weet je, dat zie je dan ook. Die omgeving is natuurlijk super belangrijk. Je bent gemiddeld van de 5 mensen waar je mee omgaat, zeggen ze altijd. Maar dat is niet waar. Nee, denk jij daar anders over? Nee, dat is echt absoluut niet waar. Nee, ik verwerp dat ten zeerste. Nee, maar omdat jij zegt, het genetisch veld verandert dan een stukje. Ja, maar jij bepaalt het genetisch veld. Ja, jij bepaalt of je het oppakt. Ja, ik ben het met je eens. Hoor. Ik ben het volledig met je eens. Jij bepaalt of jij dat oppakt. Ja. Zo, dus dat ligt aan jouw abstractieniveau. En dat is het moeilijke daaraan. He, ik zeg dat wel eens vaker, dus dat het abstractieniveau, dus het verstandelijk vermogen eigenlijk, bepaalt of je het oppakt, ja of nee. Ja, ja, want anders gooi je die filter en die vervorming eroverheen. Ja. Ja, precies. Ja. Dus dat is het abstractieniveau, dus dat is verstand hebben ergens van. Ja. En als je dus dat verstand niet hebt, ja, dan, dus dan kun je er ook niet over nadenken. Nee. Van past het bij mij, zal ik een beetje pakken. Wat vind ik leuk? Wat zou ik daarvoor kunnen maken? Nou, vooral die al. Wat vind ik leuk? Ja. Als ik dat al onderwerp al ziet, dan denk ik van ja, ik weet nog eens wat ik leuk vind. Sommige mensen. Ik denk van ja, maar er zijn toch wel dingen die je leuk vindt. Ja, maar leuk vind ik het foute woord. Dus, wat is het juiste woord volgens jou? Het moet bij je passen. Ja, oké. Okay. Ja. En als het bij je past, dan kijk, heel veel is niet leuk. Kijk, jij bent een trainer. Jij vindt het leuk om voor de zaal te staan, laat maar wat zeggen. Ja, jij vindt het leuk om te delen, om mensen te delen over jouw kennis, over jouw ervaring. Ja. Maar ik denk dat, of misschien vind je het niet leuk om facturen te maken. Nee, helemaal niet, totaal niet. Daar heb ik ook iemand voor. Ja. Oké, dan zijn we het toch. Ja. Nou, je vindt het misschien niet leuk om die stukken te moeten rijden. Nee. Je vindt het misschien niet leuk dat mensen zich niet aan hun afspraken houden en je komt ergens en dan zeggen ze, oh, we dachten dat het volgende week was. Ja. Zo. Je vindt het misschien niet leuk om 's morgens weg te gaan, omdat je om 9 uur in Groningen moet zijn, maar je kunt je dochter in school te brengen. Zo. En ik zeg altijd, als het 80% niet leuk is en 20% is wel leuk, dan is het goed. Want vanuit die 20% leuk, kun je die andere 80% leuk maken. Ja. Maar als het nou 81% wordt, ja, dan moet je mee kappen. Ja, dan zit je... Zo, dus het gaat niet om het leuk zijn, het gaat erom past het bij jou. En als het bij je past, ja, dan wordt het leuk, maar dat is in de overtreffende trap. Dan ben je gepassioneerd. Ja. He, dus daarom is dat zo, dat woord leuk. Kijk, de vakantie moet leuk zijn, de relatie moet leuk zijn, mijn auto moet leuk zijn, mijn werk moet leuk zijn. Ja, maar het is gewoon, ik heb een keer een boek geschreven, dat is Life is great, but most times it sucks. Zo, life is great, most times it sucks. Ik heb hem niet in Nederland uitgegeven. Ik heb hem niet gezien. Nee. Ik zal je sturen. Ja. Zo, dus life is great, but most times it sucks. Zo, dus het zit de meeste tijd zit tegen. Ja. Dus de meeste tijd is niet leuk. Nee. Nou, maar, dus mensen zeggen wel tegen mij, ja, ben jij altijd gelukkig? Dat doe ik niet altijd gelukkig. Ja, ben je dan wel eens ongelukkig? Nou, ongelukkig? Ja, nou, misschien ben ik ook wel eens ongelukkig.
Maar dat weet ik eigenlijk niet. Maar wat is dan, meneer, wat is dan geluk voor jou, Radelband? Nou, geluk is voor mij, hoe ga ik om met ongeluk? Ja. Ja, hoe ga ik om met ongeluk? Ja, dat is wel waar, ja. Dus hoe ga ik om met ongeluk? Nou, en dan denk ik, dan ga ik er best goed om. Ja, want je had met je hart, had je ook anders met het, ja, met het ongeluk eigenlijk, wat je toen want kreeg. Als ik meegegaan was in het verhaal van de arts. Ja, als je dat geloofd had. Ja, als je dat, had ik hier niet geloofd, meer zeker? Nee, precies. Zo. Dan dus, had je je hele lichaam gesloopt, ja. En ik weet nog wel, toen ik die muur eruit gooide bij de bakkerij, toen kreeg ik op mijn de keurensdienst van Waren die kwam. Die sloot de winkel. En dus op dat moment dacht ik, en nou is het goed. Ja. Als zij komen en zeggen dat het niet mag, dan is het goed. Oké. Okay. Ja? Ja, ja. Ja, want, dus niemand had het. Nee. Dus en toen heb ik eraan gewerkt, moest eerst de glazen plaat, ik denk de glazen plaat moet weg. Nou, maar in ieder geval, dus daardoor kreeg ik een hele andere structuur. Dus ik kreeg niet alleen leven in de winkel door die meiden die bezig waren om schoon te maken. Maar die bakkers die liepen helemaal heen en weer. Dus het was in één keer. Dus ik had altijd loop. Dus mijn omzet vermenigvuldigde zich met 100%. Ja. Van de ene en die mensen moesten niet meer door die barrière van die deur heen. Want yes, het was open. Ja, het was open. Eigenlijk was de markt, ja, eigenlijk wat je opengooide. Ja. Ja. En zo, elke barrière die de klant moet nemen om zijn product te kopen. Is meestal niet zo handig. Nee, slecht natuurlijk. Ja. Je moet altijd zorgen dat de drempel weg is. Ja. Je moet ook letterlijk de drempel weghalen in je winkel. Ja. He, je hebt mensen die hebben een stoepje. Ja, dan moet je een stoepje op. Ja. Gigafout. Ja. Of mensen hebben bijvoorbeeld, ik heb mijn pand in Alkmaar toen gebouwd. En die had een stoepje. Mm-hmm. Dus ik heb de vloer eruit gegooid. Dat kon niet, want die vloer was dun. Of die was dik en die kon dus niet verlaagd worden. Dus ik heb die hele vloer eruit moeten halen. Het tonnen gekost. Het was ook nog een monument. Het hele tonnen gekost. Ik zeg, die vloer moet gelijk lopen met de buitenstraat, met de straat. Ja, maar die hebben ook tonnen opgeleverd uiteraard. Ja, die liep meteen als een trein, natuurlijk. Ja. Omdat daar rekening mee gehouden wordt. Ja. Zo, met mijn hele bedrijfsvoering. Ja, ja, mooi. Dus ja, het is maar een klein dingetje. Ja, ja, maar ik heb wel kleine dingetjes die heel doorslaggevend zijn. Ja, maar het zijn altijd de kleine, het zijn helemaal niet de grote dingen. Want de grote dingen weet iedereen. Maar dat kleine dingetje, hè, dat maakt het verschil. Dus dat je iets extra's doet. Nou, vandaag de dag. Hoeveel keer maak je een afspraak met een leverancier? Dat komt te laat. Of je zegt, maar neem gelijk de rekening mee, kan betalen. 9 van de 10 keer vergeten ze het. Ja. Zo. Dus de kleine dingen maken het verschil. Dus doe jij vandaag de dag, ben je op tijd. Doe datgene wat je beloofd hebt, maak het af en doe het. Je hoeft nog niks extra's te doen. Dan val je al op. Ja. Dus, en doe je dan ook nog wat extra's? Ja, dan ben je natuurlijk de man. Ja. Nou ja, ik zie ook in jouw verhalen allemaal met de bedrijven ook, dat jij het gewoon net anders doet. Eigenlijk de Blue Ocean strategie. Dat je net dus eigenlijk iets wat bestaans is, maar wat je dan net een ander sausje er eigenlijk over gooit. Ja, dat het dan, ja, en dan val je op. Dan, ja, dan ga je het niks, verschil maken. Ja, maar dat is toch niks nieuws? Nee, het is ook niks nieuws. Maar ik zie het toch wel een hoop bedrijven allemaal hetzelfde doen. Iedereen achter elkaar aan het chokken. Ja, maar dat is natuurlijk de creativiteit. A, moet je creativiteit hebben, dat is één. En twee, moet je natuurlijk de moed hebben om je kop boven het maat te steken. Ja. Ja, en daar heb je natuurlijk nooit geen gebrek aan gehad. Nee. Dus ja, maar hoe komt dat? Ja, ik was klein, ik ben een halve blauwe. Ik heb Indische en Chinese voorouders, dus dat kun je nou bijna niet meer zien. Nou, nu ik ouder word, ga ik het weer beter zien. Maar als klein jongetje had ik spleetogen. Dus ja, ik was pinda-Chinees. Ja. Weet je, ik was hartstikke dik. Ik was net zo breed als dat ik dik was. Ik zat onder het eczeem. Dus ik werd gepest, ik had geen vriendjes. Mijn vader was fout geweest in de oorlog, zeiden ze. Het was niet zo, maar dat maakt niet uit. En in ieder geval, dus ik had ook geen vriendjes, mocht net bij niemand spelen. Ik weet nog precies, maar bij Leo Dille kwam ik boven, een trapje omhoog. Toen zei die moeder van, is toch van Radelband? Ja mama, het is Emil van Radelband. Ja, maar die vader is fout geweest in de oorlog. Weer niet aan het leven speelt. En ik dacht, krijg de tyfus mens, we hebben hem zo weggelopen. Ja. Weet je wel, dus eigenlijk van kinds af aan heb je al gemerkt dat mensen eigenlijk kritiek, eigenlijk ja, negatief dus eigenlijk over je praten. Ja, eigenlijk. Dus lekker hoefend. Ja. Ja, nou, dus zeker. Nou, want ik zie dat voor een hoop ondernemers, ook ondernemers die ik soms begeleid, ja, dat ze dan bang zijn voor een reactie van de ander. Wat vindt een ander ervan en hoe zie je het? Ja. Ja. En dan is het eigenlijk wel een voordeel geweest eigenlijk. Nou, dat is ook een voordeel geweest. Maar kijk, ja, de grootste vloek is altijd de reden van de grootste zegen. Dus ja, dat ik dus me toen geleerd heb van mijn huis, ik moet gewoon rekening houden met mezelf. En ja, de andere mensen hebben toch altijd wat te zeuren. Ja. Ik heb een keer een vrouw gehad
Als ik goed in mijn vel zat, dan zei ze, nou, je moet niet zo positief doen. Als ik negatief, dan zei ze, nou, moet je niet een beetje positiever zijn. Als ik aan het huilen was, dan zei ze, nou, je moet lachen. Als ik aan het lachen zei ze, je moet een beetje huilen. Ja. Man, altijd maar zeiken, altijd maar zeuren, klagen, terug te steunen, wegwezen, je wegmoven. Ja. Zo. Weet je? Ja. Nadat ik natuurlijk verliefd op de was geworden en van haar had gehouden. Dat mijn ogen in één keer open gingen, denk ik, ja, maar dat wil ik helemaal niet. Ja. Ik wil niet meer hebben, naast me hebben die je naar beneden trekt. Ja. Zie je dat je in de loop der tijd veranderd bent qua denken en qua doen? Of... Ja, natuurlijk best wel een lange. Natuurlijk wel. Natuurlijk ben je veranderd. Ik ben nou, een beetje ouder, ben nu 48. Dat ik een beetje milder ben en een beetje rustiger ben. En naar de kinderen toe een beetje rustiger, niet meer zo moet gebeuren, weet je wel. Dus meer overleggen en zo, maar wel de lijn zet. Ja. Ik ben dus een heerser, zoals ze noemen. Ik ben helemaal geen heerser, maar ik heb gewoon de visie. Ja, je weet gewoon wat je wil. Ja, dat is het gewoon. Gewoon die visie is gewoon duidelijk. Ik wil gewoon die kant op en ja. Ja, ik ben al verhuisd naar Thailand. Ja, ik word gewoon de grootste krekelboer van de wereld, gewoon. Dus Dus ik heb gisteren een onderhoud gehad op de consulaat hier in Den Haag daarover. Nou ja, ik heb handjes gewoon op elkaar. Van de Thaise overheid, die staan volledig achter me. Weet je wel? Ja. Ja. Dus het gaat gewoon gebeuren. Ja. Ja, en zo zijn er een aantal andere dingen. Dus die. Ik heb het in mijn kop. Ik heb mijn kop en heb je het ook in je kont, zei mijn moeder vroeger altijd. Ja, dat is ook zo. Ja. Dus je moet heel goed weten wat je wilt. Maar dat hoeft niet zo specifiek te zijn. Het hoeft niet te zijn van. Ja, ik wil 10 winkeltjes en ik wil spijkerboeken gaan verkopen. Of ik wil. Oliebollen gaan cultiveren en die in een doosje doen en dan verkopen naar Amerika of zo. Nee, het gaat om wat wil ik nu eigenlijk? Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld de jongens van Coolblue die met z'n drieën zijn begonnen zijn. Ja, wat voor visie hadden die nou? Die dachten, nou, we willen gewoon beter zijn dan Mediamarkt. Nou, klaar. Klaar. Ja. Nou, en dan? En dan nog met een glimlach ook. Ja. Ja. En meneer Van Eert, die zei eerst, ik wil gewoon groter zijn dan Albert Heijn. Ik zei, nou, dan doen we dat toch? Kijk, en nu zegt hij, nee, ik wil niet groter zijn. Maar hij is bijna net zo groot. Nee. Hij zegt, maar ik wil gewoon beter zijn. Ja, dus hij verlegt zijn aandacht eerst van, ik wil de grootste zijn. Dus groeien. En nou is hij bijna net zo groot als Albert Heijn. En dan denkt hij, ja, ik kan wel zijn, maar ik wil eigenlijk veel beter zijn. Ja, dus ik wil beter zijn dan Albert Heijn. Ik wil beter zijn als Jan Linder. Ik wil beter zijn als de Lidl en dergelijke. Dus hij verandert zijn focus. Ja. Zo. En dan, dat geeft weer nieuwe energie. En weer passie. Ja, zeker. En heb jij bepaalde mensen als coach gehad? Nee, voorbeelden dat je zegt van, nou ja... Nee, ik heb nooit coaches gehad. Nee. Nou ja, of voorbeelden? Voorbeelden? Nou, dat je... Nou ja, van... Je bent natuurlijk heel erg geïnspireerd door Tony, hè? Tony Robinson een stukje. Ja, maar Tony kwam dus op het juiste moment. Want ik was failliet. Hè? Ik kon niet meer terugkomen. Ik zat met mijn vrouw en 3 kinderen in Amerika. En ik was vergeten wat ik al die tijd voor die tijd al gedaan had. Dus dat is de les geweest voor mij, heel goed. Ja. Dat als het tegen zit, dan raak je jezelf kwijt. Ja. En doordat je jezelf kwijtraakt, heb je geen toegang meer tot je potentieel. En ook niet meer tot je ervaring. En dan kun je die vertaalslag niet meer maken. Dus, dus daarom ben ik hem altijd dankbaar gebleven. Mm-hmm. Dat hij op dat moment in mijn leven is gekomen. Ik heb hem zelf gecreëerd natuurlijk. Mm-hmm. Maar dat hij in mijn leven is gekomen. En dat ik dus al die voorbeelden die hij noemde, ik gelijk kon vertalen naar mezelf toe. Want alles is een metafoor. Ja. Dus het gebeurt niet echt, het gebeurt in jouw hoofd als dusdanig. Ja. En als je die metafoor maar pakt, ja, dan is alles hetzelfde. Ja. Want het is elke keer hetzelfde kunstje. Ja. Maar het is geen kunstje, het is jij. Ja, het is jouw verhaal. Ja, het is precies. Jouw persoonlijke interpretatie, hoe jij met alles omgaat, hoe jij alles labelt. Dan denk je, het is opstapel of zo, weet je wel. Dus dat is een beetje badinerend voor datgene wat je doet. Ja. Nee, dus de jongens dus bijvoorbeeld van Jumbo of de jongens van Coolblue. Ja, die zijn begonnen met één ding, we willen gewoon beter zijn of groter zijn dan Mediamarkt. En zijn doorpakken. En toen dachten we van, hoe lang duurt dat voordat Mediamarkt iets bezorgt? Ja, dat duurt 4 dagen, dan moeten wij er beter zijn. Hoe lang duurt het als je bij Mediamarkt komt, hoe lang duurt het dan voordat er een verkoper op je afkomt? Ja, het duurt 7,5 minuten, moet bij ons sneller zijn. Als je dan geholpen wordt door iemand die vertelt dus dan, die vraagt 9 van de 10 keer moet hij even vragen bij iemand anders wat de vraag is, wat het antwoord is op de vraag. Zo. En dus daardoor hebben ze geleerd en dus daardoor hebben ze het systeem
vervolmaakt. Mm-hmm. Of noem maar thuisbezorgd.nl, hetzelfde laak in de pak. Ja. Dus daardoor hebben ze een systeem vervolmaakt. In de praktijk. Dus niet uit een boekje. Nee, nee. In de praktijk hebben ze het verbeterd ten opzichte van de ander. Ja, ze zijn letterlijk het veld toch gelijk opgegaan. Ja. Ja. En dan ga je het natuurlijk en de droogheid pas neerzetten. Ja, en zelf een heel handenvuil gemaakt, smeer gemaakt. Ja. En dus gevoeld wat het is om een doos op te tillen waar een wasmachine in zit. Ja. En dus dachten, ja, dat kunnen we natuurlijk niet maken om één gozer in zo'n auto te zetten die dan 10 wasmachines moet bezorgen. Ja. Want ze wisten zelf hoe het... Help eens even. Met z'n tweeën. Ja. Zo. En dat is natuurlijk het verschil. Ja. Tussen iemand die uit een boekje het haalt of die uit een boekje de kennis heeft gehaald en ermee naar buiten gaat. Ja. Ja. En dan gaat het om het bewustzijn, dus het abstractieniveau, dat hij die metafoor kan vertalen. En ik heb dat eigenlijk geleerd. Toen ik begon, heb ik voor ik de vuurloper, ik heb de vuurloper geschreven. En toen heb ik 20 bekende Nederlanders geïnterviewd. Mm-hmm. En een van deze was Cor van Zadelhof. En Cor van Zadelhof, meneer Zadelhof, vertelde mij een verhaal. En we vroegen aan hem van, hoe bent u nu makelaar geworden? Mm-hmm. En toen zei, ik was de zoon van een herenboer. Ik had een paar broers en die moesten allemaal naar de universiteit. En ik moest HBS, ook naar de HBS. Ik had geen zin, ik wilde werken, mocht niet van pa. Dus hij sloeg me naar de HBS. HBS was klaar, dus pa zei, nu ga je naar de universiteit. Hij zei, pa, ik ga niet naar de universiteit. Nou, ruzie. Uiteindelijk zei zijn vader, oh ja, jij niet naar de universiteit. Dan spreken we het volgende even af. We krijgen dus 1 jaar bedenktijd. En in dat ene jaar, die 52 weken, elke week doe je een ander bedrijf. Okay. En ik zorg ervoor dat die bedrijven klaarstaan voor jou, zegt hij. Nou, dus de eerste week moest hij werken bij een visafslag. Nou, dat wist hij al dat hij dat niet... ging door zijn leven. De tweede week ging hij naar een timmerfabriek. God, dat vond hij best leuk. De derde week ging hij naar een dakdekker toe. Dat vond hij ook niks. De vierde week ging hij bij verzekeringen verkopen. Dat vond hij wel aardig. De vijfde week ging hij bij een bakker werken. Nou, dat was hem te heet. De zesde week ging hij boten vuren. Dat vond hij wel aardig. Zo. En zo heeft hij dus ongeveer 28 weken allerlei dingen gedaan. En toen kwam hij bij de makelaar. En toen dacht hij, dus alles wat ik leuk vond, wat ik gedaan heb, vind ik terug in die makelaardij. Ja. En toen is die makelaardij begonnen. Ja. Eerst dus bij Breukelen, bij Utrecht. Ja. Zo. En toen dacht hij, ja maar luister, maar ik heb een concept. Want ik heb opgeschreven hoe ik een klant benader. Ja. Ik heb opgeschreven hoe ik een contract laat tekenen. Ik heb opgeschreven, weet je wat, ik begin een filiaaltje. En daar hoef ik zelf niet te zijn. Dat laat ik iemand anders staan. Nou, toen had hij dus heel snel had hij 4 filiaaltjes om Utrecht heen. Toen moest hij een keer naar Amerika. En toen hoorde hij daarvoor franchise. Want dat bestond natuurlijk helemaal niet in de jaren 65. Ja. En toen dacht hij, dus franchise, dan heb ik dus geen medewerkers meer, maar dan heb ik collega's. Dus toen dacht hij, iets verder weg, zei hij, maar dat is een grote stad. Arnhem, Deventer, Zwolle, Amsterdam, Den Haag. Ja, en als je een goed concept hebt, kan je franchisen. Ja, ja. En zo was hij de eerste die dus Maarten franchise. Ja. En ging daarmee de grens over. En zo was DH Maarten Snap je? Ja. Zo. Ja. Dus, maar hoe, was het vanaf dag 1 zijn bedoeling? Nee. Nee. Zijn bedoeling was gewoon, dat past bij mij, want ik herken al die dingen, dus al die metaforen herken ik. Zo, ik kan dat gebruiken, daar gebruik ik daarvoor. Zo, hoppakee. En als het leuk is, het past bij jou, dan matcht het. En als het matcht, dan is 1 en 3. Ga erin, ja. Ja, ja. Ja. Ja, een mooi verhaal. Ja, maar zo is het, elk bedrijf heeft zijn verhaal. Ja, ja, zeker weten. Zeker weten. Hè? Ja. Zeker zo. En dat hebben we nog gezien met corona. Hoeveel jongens die zeiden, horecabedrijven zijn van, we gaan cateren. We gaan thuis bezorgen. We gaan kookcursussen geven. We gaan, en ze hebben al die... Maar alleen, vroeger moest je het zelf uitvinden. En nu google je. En dan komen al de voorbeelden komen zo naartoe. Ja, ja, Google is je beste vriend. Dat zeg ik altijd, ja. Ja. Als je maar de goede vraag invult, dan komt het er gewoon uit. Dus, dus wat dat betreft is het alleen makkelijker geworden. Nou, ik vind ook wel, vooral als we het stukje over corona pakken, ik wil er niet te veel op ingaan, maar dat heel veel ondernemers het ook als excuus hebben gezien. Corona, ik ga dit niet doen, want corona dit en corona dat. Terwijl er juist zoveel mogelijkheden waren om dus wel te groeien en dingen te doen, wat je er net al zei. Ja. Maar ik denk dat het anders is. Ik denk dat heel veel mensen zich hebben laten leiden door de angst. Want er gebeurde iets, je winkel moest dicht,
hoe moet ik dan volgende maand mijn huur betalen? Ja. Hoe moet ik mijn hypotheek aflossen? Ja. Maar ik denk dat een hoop mensen ook vergeten als ze in die angst zitten, dat ze niet bij dat creatieve stuk kunnen. Nee, maar dat heb ik ook heel erg gemerkt in de corona. Ja. Want corona is voor mij de beste tijd geweest. Ja. Ik vind het wel vervelend om te zeggen, maar ik heb heel veel ondernemers mogen helpen die dus in die angst zaten. Ja. En dan merkte ik van, maar wat is dan de angst? En dan gingen we kijken van wat er dus gebeurde. Ja. En het uitpellen en een andere generalisatie openen. En anders naar kijken, wat jij ook zegt. Van de anders naar kijken naar wat er dan wel mogelijk is. Ja, daar kwamen de mooiste ideeën uit, man. Ja, maar goed. Maar kwamen dan echt de mooiste ideeën uit. Jij is er dan vastgehouden. Maar kijk, ik heb al met al vanaf 1966 ben ik gewoon voor mezelf begonnen. Of 65 voor mezelf begonnen. Ja, ik heb de crisis meegemaakt eind jaren 60. Ik heb de crisis meegemaakt in 70. Ik heb de crisis meegemaakt in 80. Ja, en als de crisis komt, morgen komt de Rus hier, bij wijze van spreken, dan komt er weer een crisis. Nou, ik weet dat die vanzelf overgaat. Ja. Want ik heb het dus al 45 keer meegemaakt. Ja. Maar goed, als je nog niks meegemaakt hebt en dan moet je tent dicht, dan is het... Dat gebeurt er natuurlijk. Dat snap ik ook wel. Ja. Het is ook je levenswerk bij sommigen natuurlijk. Ja. Dus als het dan ineens... Ja. Maar ook het verhaal dat ze gewoon eigenlijk maar in hetzelfde routine zitten eigenlijk. En dat er creatief niet meer gedacht wordt. Maar ik begrijp best dat het voor heel veel mensen moeilijk is. Ja, ik snap Want het ook. Ze hebben dat geleerd op school. Je moet zo een biertje tappen en dan moet een flesje zo serveren. Je moet de tafel zo schoonmaken. Maar er is helemaal nergens stilgestaan van als het even tegen zit, waar moet je dan terugvallen? Ja. Wat voor vakmanschap heb je? Ja. Welke flexibiliteit heb je? Ja. En heb je dat in je leven? Heb je in je leven wel eens een crisis meegemaakt? Ja. Buiten dat de eerste meisje op de lagere school het uitgemaakt heeft. Ja, ik denk een hoop mensen niet. Nou ja, dus dan heb je het antwoord toch? Ja. Dus als je niet kunt oefenen in de jeugd. Ik noem wel eens vaak het voorbeeld van het klimrek. Dat klimrek staat er. Maar waarom staat de klimrek dan? Om te leren klimmen? Nee, dat klimrek staat er om te leren vallen. Maar goed, een of andere professor of een of andere ambtenaar die zag dat zijn zoontje naar beneden viel. En die had zijn arm geschaafd. En die heeft bedacht, we moeten er rubber tegels onder leggen. Ja. Nou, dus nu klimt iedereen erin. En iedereen die valt, die zegt... Ja, die begint te lachen in plaats van dat hij ervan geleerd heeft. Ja. Dus je leert niks van te vallen. Nee. Dus dan moet het gebeuren in je huwelijk. Of het moet gebeuren met je kind. Of het moet gebeuren met de financiën. Of het moet gebeuren in je bedrijf. Nou, en dan moet je weer leren om overeind te staan. Ja. En anders heb je dat als kind geleerd, dat je door de pijn toch naar huis moet lopen. Want mama die kan het dan schoonmaken of er een pleister op doen. Ja. En nu denk ik, de schrik. Wat is er gebeurd? Ik ben gevallen. Ja. Nog een keer niks. Nog een keer. Ja. Zo, dus die metafoor als kind mee te maken, heeft zo'n giga impact op jouw leven. Ja. Want dus als het ware... Ja, die bepaalt alles. Ja, maar die ervaring wordt jou weggehaald door die ambtenaar. Die vond dat het levensgevaarlijk is dat zijn kind van beneden viel. Dan hadden we dood kunnen zijn. Ja, precies. Ja. Nou ja, ik vind die metaforen die we voor onszelf ook bedenken, vind ik zo interessant. Als je dan sommige mensen, maar ik ben daar bang voor. Ja, maar waar ben je nou precies bang voor? Ja, en dan ga je het vragen, maar ben je er dan echt bang voor dat en dat? Nou ja, eigenlijk niet. Nee, maar die angst komt ergens anders vandaan. Natuurlijk, dat snap ik. Dus ja, ik zie dat zo dat het onderbewuste, dat is eigenlijk een pan soep. Dus jij maakt de hele dag dingen mee. En dus alles wat je meemaakt, dat kun je niet herinneren. Want dat is gewoon te veel van het goede. Dus gelukkig maar, want zou overspannen worden. Ja, maar, maar al die ervaringen die je onbewust meemaakt, of die je niet ziet, waar je niet bewust van bent, die komen wel in de pan soep. Ja. Zo, dus er zit bloemkool in, broccoli in, er zitten botten in, er zit vlees in, en een maggieblokje zit erin, en goudballen zit erin, het zit er allemaal in. Dat zijn allemaal gebeurtenisjes die er gebeurd zijn in je leven. Mm-hmm. En dan kom je ergens in een bepaalde situatie. Dan gaat in één keer die soep op. Komt in één keer een bot uit. Ja. Dus in één keer komt er een idee uit. Het kan positief zijn, het kan negatief zijn. Ja. Zo, en dat overkomt je dan. En dan moet je dus weten van, waar komt dat vandaan? Ja, dat komt dus uit je onderbewustzijn. Dat is dus ooit een keer gebeurd. En dat heb je opgeslagen. Je weet niet eens meer waar het is gebeurd. Je weet niet meer hoe het is gebeurd. Je weet ook niet meer waarom het is gebeurd. Maar het moment komt terug. Ja. Zo, dus dat is associatief denken. Ja. Zo, dus op het moment dat ze in die stress komen, komen er dus allerlei vervelende dingen omhoog. Ja. Ja, en dan komt na de angst komt de blokkade. Ja. En niet iedereen is capabel, of heeft geleerd, of heeft de vaardigheid, of heeft de flexibiliteit. Of, zeg jij maar wat het is.
om dus dan juist wel adequaat te handelen. Ja. En, dus, en ik ga mezelf na. En dat was dus, ik was in Amerika. Nou, ik had al heel veel bedrijven gehad. Ik was miljonair geweest en toestanden allemaal. Ik was kwijtgeraakt, ik was weer opnieuw miljonair geworden. Ik had een miljoen geïnvesteerd in de poffertjesfeest in Amerika. En ja, het loopt niet. Ik dacht, nou, ik moet een liquor license halen. Ja, was niet genoeg. Ik moet s'avonds open gaan. Ja, was ook niet genoeg. Ik moest morgens eerder open gaan, ontbijten gaan. Ja, was ook niet genoeg. Ik moet minder mensen neerzetten. Ik moet mijn assortiment veranderen. Nou, dus ik heb alles gedaan in die 4 maanden dat het open was. Mm-hmm. Ik heb alles gedaan wat je maar kon doen. En ik kreeg die omzet gewoon niet omhoog. Nee. Dus na 4 maanden sloot ook de Expo 86. Ja. Dus ja, dat was dan de helpende hand, zeg maar, als het ware. Want misschien had ik, of die week daarna had ik wel het Eiffel Columbus uitgevonden. Ja. Of misschien had ik het nooit uitgevonden. Nee. Zo, dus dat ja, weet je niet. Nee, je weet het ook niet. Als je het niet gedaan had, had je het ook niet van kunnen leren. Ja, zo is het, ja. Ja. Nou, en dat is dus daarom, moet je zien, van er bestaat geen goed, bestaat geen fout. Bestaat niet. Altijd alles is oké. Okay. Waarom? Ja, je streeft toch wat na en dan misluk je, dan ben je toch gefaald? Nee, het is een leerproces. Ja. He, want je hebt dus schijnbaar on the road, heb je dus iets gedaan wat je anders had moeten doen. Ja. Ik zeg altijd, falen bestaat niet alleen uitgesteld succes. Ja, maar je moet wel dus doorpakken. Ja, je moet wel doorpakken. Ja, je moet wel doorpakken natuurlijk. Ja, dus je moet wel doorpakken. Ja, of het nou links of rechtsom is, maar je moet wel door blijven maakt gaan. Maakt niet uit, maakt niet uit. Ja, ja. Ja, het stukje die metaforen die je zelf vertelt, dat die je zo kunnen remmen voor jezelf, dat is echt... Ja, maar dat is wel dus, heel veel gebeuren, hoor. Ik weet niet of je mijn boek gelezen hebt, Werkelijkheid is een illusie. Dat was mijn 5e boek. Dat is mijn slechtst verkochte boek geweest, want mensen begrepen dat niet. En tot de dag van vandaag, het is vandaag de dag van mijn best verkopende boek. Ja. Dat werkresolutie, dat mensen dus nu pas gaan inzien van ja, dus datgene wat mij overkomt, dat bedenk ik zelf. Ja. En ik maakte datgene van wat ik zelf wil. Ja, maar wat je nu zegt, dat is voor heel veel mensen heel moeilijk. Ja. Wat me overkomt, bedenk ik zelf. Dat is iets, dan moet ik het echt, dan kan ik het niet meer afschuiven op iemand anders of iets anders. Dat betekent dus dat ik zelf de verantwoording moet nemen. Ja, maar dat is evident aan datgene wat ons overkomt. Hè. We geloven niet meer in God, we hoeven niet meer naar de kerk. Hè. We geloven niet meer dat meneer Rutte onze baas is, dat is onze vriend. We hebben een ander beeld van de politie. Hè. De politie dat, die zijn ook onze vrienden, de belastingambtenaren zijn onze vrienden. Nou ja. Totdat ze bij je op de soep staan. Maar dus een heel ander wereldbeeld is er gecreëerd. Ja. En in dat wereldbeeld moet jij het nu maar redden. Ja. Je moet het zelf creëren. Ja, en niet iedereen, die vindt het fijn dat er voor hem of voor haar gezorgd wordt. Maar die wil eigenlijk niet die verantwoordelijkheid tot zich nemen. Want die verantwoordelijkheid wil zeggen, ja, het kan goed gaan, het kan ook fout gaan. Ja. En de meeste mensen denken dan dat het fout gaat, omdat ze niet geleerd hebben om ermee om te gaan. Nee, precies. Dus daarom moet je je kind ook, is mijn visie, je kind on the line zetten. En je kind gewoon dingen laten doen die hij of zij niet kan of waar hij nog niet aan toe is. Of op het gevaar af dat hij getraumatiseerd raakt. Zo, dus vanochtend bijvoorbeeld mijn zoon die is meegekomen, we komen uit Thailand. Mm-hmm. Maar hij zit al op een Thaise school. Dus hij moet Thais leren, moet Chinees leren en dergelijke. Moet allemaal met buitenlanders, gaat allemaal in het Engels. Nou, dat is best moeilijk voor een jochie van 11, 12 jaar. Nou, we hadden afgesproken, hij zou naar zijn vriendje gaan in België. Ik zou hem wegbrengen. Alleen, er kwam hij niet meer uit. Dus ik heb gezegd, ja maar luister kerel, ik kan je niet wegbrengen. Dus het gaat over. Hij zei, ja, maar ik kan toch alleen met de trein, zegt hij. Ik zeg, ja, ik zeg maar ja. Ik zeg, we zitten hier bij Van der Valk in Lent. Ik zeg, ik heb geen zin en ik heb geen tijd om je naar het station te brengen in Nijmegen. Hij zei, nou zit die pater is, de trein stopt hier vlak voor de deur. Nou, dat had ik had wel gezien, alleen niet gesignaleerd. Nee. Dus toen hij het zei, dacht ik, oh ja, dat is waar ook. Nou, goed voor jou. Ja. Hij zei, dus ik kan toch alleen met de trein? Ik zeg, hoe vaak ben je dan alleen met de trein geweest? Hij zei, nou, zei, papa, ik ben een aantal keren weggelopen bij mama om bij jou te zijn. Ben je toch ook met de trein gegaan? Ja. Ik zei, ja, daar hebben we gelijk in. Hij zei, nou, ik ga alleen. Ik zeg, nou, weet je wat, dat doe maar. Nou, dus ik ben vanochtend weggegaan om 7:30 de deur uit. Ja. Hij was wakker, we hebben weer samen ontbeten. En toen dacht ik, ja, maar stel ervoor dat het fout gaat. Stel ervoor dat iemand anders tegen hem zegt, god, jochie, ben je alleen? Zullen we samen eventjes gezellig... Kan gebeuren. Kan allemaal gebeuren. Precies, ja. En toen dacht ik bij mezelf, ja, nou, het kan fout lopen. Hoogstwaarschijnlijk gaat het goed. Maar wat leert hij ervan? En toen dacht ik, ja, ik zit hier niet in Amsterdam.
Ik zit niet in de Bijlmer. Ik zit hier in een gat als Nijmegen. Hij gaat met de trein naar Roermond, dat is ook een gat. Ik heb nog nooit gelezen dat er iemand vermoord is of aangerand is of er wat ergens is gebeurd. Ja. Hij gaat naar Maastricht. Hij wonen eigenlijk alleen maar nette mensen. Dus hoe groot is de kans dat hem in de trein wat gebeurt? Nou, vrij niet heel. Snap je? Ja, dus nou ja, je maakt het metafoor, maak je positief. Ja, en dan denk je van, dat is gewoon goed, want daar kan juist heel veel van leren. Ja, ik had wel tegen hem gezegd, ze moet telefoons bereikbaar zijn. Dus, dus na een uur heb ik hem gebeld. Hij zegt, ik zit in de trein. Ik zeg, fantastisch. Hij zegt, ik ga nu naar Venray toe. Ik zeg, nou, laat even weten als je in Venray bent. Nou, toen sms'en die of mailde die van, ik zit in Venray, ik ga nu naar Roermond toe. Ik denk, nou, het gaat helemaal goed. Ja. En toen belde hij, nou, ik ben bij Arthur. Hij zegt, ik denk, ja. Ja, dus die ervaring heeft hij te pakken. Ja. Dat en, maar jij hebt ook die ervaring nu. Ja, ik heb ook omdat je gewoon, omdat je het juiste metafoor aan jezelf verteld hebt. Ja, en het toegestaan hebt en het risico wil lopen dat het fout gaat. Ja. Want voor hetzelfde geld wordt hij opgepakt, een jongetje, die slaat hem in elkaar uit, die pakt hem zijn laptop af. Of, weet ik veel wat. Kan wel, dat kan van alles. Duizend foute dingen gebeuren, maar er kunnen ook duizend goede dingen gebeuren. Ja. Ja. Dit was de Vliegwiel Podcast voor deze keer. Vond u deze aflevering leuk? Blijf ons volgen, like deze podcast en dan zien wij u bij de volgende podcast. Tot ziens!